De KPNI-divisie wordt mede mogelijk gemaakt door FBTO, H&M en KPN. Dames en heren, welkom bij de KPNI-divisie. We zijn er weer. Heerlijke wedstrijd op het programma, namelijk Kriest van SC Heerenveen tegen Vlugge Jaapie. En ik denk dat we hier twee jongens hebben die toch wel in de categorie van de meest sympathieke jongens in de I-divisie. RKC heeft de TOS gewonnen en gekozen om op de PS4 te beginnen. Dus Liro Michels, mag het af... Wat gebeurt er, jongens? Volgens mij gebeurt er iets bij Jaap. Oh, er gebeurt iets bij Jaap. Yo. Hallo? Yo. Ja, nee, was even instelling niet goed, maar Jaap geeft de bal weer terug. Yes? Oké, top. Top. Yo. Ja? Helemaal goed. Yo. Hey, dank je. Ja. Oké, daar zijn we weer. Want er was iets mis met de instellingen. En daarom schoot ook Heerenveen even die bal uit. Die was toen toch weer voor Vlugge Jaapie. En Jaapie schiet hem dan weer naar Heerenveen. Sportiviteit alom hier in de I-divisie. Alleen maar fijn om te zien. Dat verklaart ook de reden waarom dit een van de twee meest sympathieke mannen zijn van de I-divisie. Maldini gooit zijn kontje in de strijd en Cristiano Ronaldo heeft daar geen antwoord op. En valt als een blok voor Maldini. Altijd al een beetje twijfels bij hem gehad. Heerenveen staat nog steeds op de 17e plek in de KPN-I-divisie. Vorige speelronde was SC Heerenveen 2, FC Twente 7. Toen was op de PS4 speelde Niels gelijk tegen Enes en Brent... ging er keihard overheen tegen Floris. Heerenveen heeft tot nu toe de meeste tegengoals gehad van alle ploegen in de KPNI-divisie. Met 51 goals na 10 wedstrijden. 51 tegendoelpunten, 1 team. Ja, dat is heel erg veel. Dat is gemiddeld 5 per wedstrijd. Per 2 wedstrijden, excuus. 2,5 per wedstrijd. Ja, dat is flink. Dat is wel echt flink. Maar... Heerenveen laat zich niet kennen. Sparta en PEC hebben de punten gedeeld. En... Oh, dat mag ik helemaal niet zeggen trouwens. Mag niet uit. In ieder geval. Heerenveen doet het dus wat dat betreft wel goed en wil dat die play-offs halen. Maar... het is nog de vraag wat er gebeurt... Met Groningen, Heracles en Utrecht. Want die drie ploegen, die willen echt nog wel die top 12 betreden. Ook al is het wel een beetje de vraag van PEC, Sparta, Heerenveen. Wat gaat er nou mee gebeuren? Hoe erg willen zij die top 12 nog bereiken? En in hoeverre is dat echt mogelijk? We gaan het meemaken bij deze wedstrijd. Oh, mooie goal van Niels Kriest tegen Vlugge Jaapie. In RKC, ik wilde net bij RKC komen. RKC staat gewoon op een 6e plek, hè, jongens. RKC staat 1 puntje onder de streep. Dus 1 puntje en 2 plekjes onder de streep. Want als zij dan 1 puntje meer zouden hebben... Nou, eigenlijk heeft Fortuna een beter doelsaldo. Dan staan ze gewoon in de top 4 en dan hoeven ze dus geen play-offs te doen. Dan zijn ze gelijk gekwalificeerd voor de knock-out fase. Ja, dat zou een aardig resultaat zijn van RKC. Met Vlugge Jaapie en Liro Michels. Dus dat zou sowieso wel goed zijn, denk ik. Hier, Ronaldo. Pelé. Koulit. Ronaldo. Bruno Fernandes. Ja, Jaapie moet even laten zien dat hij wilt aanzetten. Wilt vlammen.
Bruno Fernandes hier in balbezit. Houdt Gullit en Vieira al enige tijd bezig. We kunnen het zo even iets meer gaan hebben over RKC. Ik denk dat hier wat gaat gebeuren namelijk. Oeh, goede sleep daar zo naar achter. Nee, ik zie niet zo snel wat gebeuren. Virtual in de basis trouwens. RKC is van de vierde naar de zesde plek gezakt. De vorige speelronde. Uitslag daarvan was RKC Waalwijk 2, AZ Alkmaar 2. Gilles won van Jaap, maar Leroy won van Dani Visser. Ja, zo zie je maar weer hoe erg het niveau allemaal op elkaar zit. RKC moet de komende twee wedstrijden tegen Ajax en Vitesse. Ja, dat zijn aardige ploegen. Dat is heel lastig om daar echt goede punten tegen te halen. Maar ja, RKC die kan ook wel verrassen. Oh, kijk eens, Mbappé. Oeh, jammer. Net niet genoeg tijd gehad voor Niels. Hier komt Zambrotta. Ronaldo. Zambrotta. Gullit. Gullit. Komt hij weer. Bruno Fernandes. Gullit weer een balbezit. RKC komt hier. Goed combinatiespel. Netjes gedaan. Ja, daar is weer Virgil van Dijk. Die ijzersterke centrale verdediger van Nederlands komaf. Doet dat toch weer goed. Daar is geen schouderbeuk aan uit te delen. Zijn Team of the Year versie. Is niks aan te doen. Riviera. Davies. Komt Mbappé weer. Loopactie voor Ronaldo Lima. Die wordt ook gegeven, wordt gezien. Vieira aan de achtervolging. Oh, mooie actie van Christ. En met zijn corner. Ook leuk om bij te vermelden is dat RKC vorig jaar met 4-0 won van Heerenveen. Zowel Leroy als Jaap wonnen 2-0 van Floris en Niels. En dat gaat dit jaar dus zeker niet gebeuren. Oh, cornertje. Niels zit lekker te spelen hoor. Hij zit er lekker in. Oh! Oh! Ik denk dat het buitenspel was. In ieder geval, we gaan rusten bij een stand van 1 tegen 0. Die 1 stap gewoon erin. De concentratie is zo leuk om te zijn. Oh, we zijn weer begonnen met de tweede helft van de KPN-divisie. Ik kreeg het in mijn oortje te horen van de technische staf hier zo. Van Niels zei bij zijn goal, Rukuku, tas toe. Maar dat kon ik dan maar net niet verstaan. Maar dat is dus een nieuwe slogan voor zijn maaltijden-servicebedrijf. Je kent Niels, hij is niet vies van een klein beetje ordinaire reclame maken. Alleen maar leuk voor hem. En die gaan we dus erin houden. Ja, dat is nu wel één ding wat zeker is. Hier, goede bridge. Oef. Goed gedaan van vlugge Jaapie, maar Niels aardig sterk verdedigd daar zo. Pelé komt de bal bezit en Heerenveen kan weer rustig ademhalen. Daar komt Carlos Alberto. Pelé. Schullet. Ronaldo, Schullet. Pelé. Rustig fase van balbezit hier. Probeer hij dan de achterlijn te halen. Bridge te doen. Vieira. Gullit. Ja, goed gedaan. Hier is uiteindelijk Jaapie die sterk verdedigt. En nu met Ronaldo Lima probeert die ruimte te creëren. Davies aan de bal. Het is wel echt een ontzettend belangrijke wedstrijd voor RKC. Hè? Want ja, als je als RKC zijnde op de zesde plek staat en je speelt tegen de nummer 17.
En dan moet je deze gewoon winnen. En dan doe je gewoon weer mee voor die top 4. Dit is een goede actie. Och, fantastisch gedaan daar door Vlugge Jaapie. Om nog eventjes door te dribbelen. Door middel van een slepende balrol daar zo. Ja, ik weet niet precies hoe je die actie noemt. Maar dat je de R2-knop inhoudt. Vierkantje en kruisje, of rondje en kruisje, gewoon die kap naar voren doet. Zodat je een extra speedboost krijgt. En dat deed hij dus om zich even los te wikken van de centrale verdediger. En dat resulteerde erin dat hij alle ruimte had om uit te halen en vervolgens de goal maakte. Het klinkt allemaal zo ontzettend simpel. Maar Jaap die beslist dat in enkele seconden, miniseconden, honderdste. En ja, dat resulteert erin in een knappe goal. En Niels had daar geen antwoord op. En daarom staat het nu ook weer 1-1. Prachtige actie van de Waalwijker. Waalwijkenaar. Wat is het? Waalwijkenaar? Nee, dat kan niet. We gaan het even opzoeken. Maar we komen er later weer terug. Maar in ieder geval een prachtige actie daar voor Vlugge Jaapie. Doet hij ontzettend leuk. En zo zien we maar weer dat de mannen van RKC echt wel goed kunnen ballen. Zowel de mannen ook van Heerenveen. Hè? Want Niels is ondanks zijn leeftijd nog steeds een hele capabele speler die wel degelijk weet hoe het spelletje in elkaar zit. Want Jaap van Alphen staat op een 13e plek. En het persoonlijke ranking. Oeh, er doorheen! Wat doet hij dan? The bridge, redirectional. Weer een ander Lima. Ja, daar is dan ruimte. Is hij los van zijn tegenstander? Nee, nee, nee. Gullit is te sterk. Ja, en dan loopt Bruno Fernandes, zijn teamgenoot Ronaldo Lima, in de weg. Tot ergernis van Ronaldo Lima, kan ik me ook wel voorstellen. En hier komen ze weer. Leuke bal dit, genieten. Hij houdt zo lang de bal. Het is echt... Ja, je hoort Jaap zeggen, hij houdt zo lang de bal. Nou, wen er maar aan. Er zijn meerdere tegenstanders hier in de Eredivisie die dat doen. Nee, maar hij doet inderdaad helemaal niks. Ja, hij kan ook helemaal niks. Het is gewoon kut dat je elke keer de bal kwijtraakt, dat je hem gewoon niet meer terugkrijgt. Nee, dat klopt. Alleen, het is niet zo dat hij zeg maar goed is in zijn actie. Ja, dat is het. Maar ik ben zelf ook niet goed. Ik had er zelf wel echt ook al een paar moeten maken. Ja, oké. Okay. Je komt wel eerder in de schoolsposities. Ja, dat is een beetje spannend. Druk zetten. Kijk maar daar. Traoré komt erin voor wie was dat ook alweer? En Ronaldinho komt er in ieder geval in. Dat zien we wel. Ook Cruijff komt er ook in. Die zien we nu ook in de basis bij RKC Waalwijk. Ja, zeker. Wat is dat voor wie is die nummer 6 dan voor een Heerenveen? Traoré zien we daar op de zijkant. Cruijff, Davies. Ja, door die Team of the Seasons gaan we natuurlijk heel veel variaties zien van spelers. Kimmich komt erin. Nou, Kimmich. Wat voor, is dat een nieuwe kaart of is dat gewoon zijn Team of the Year? Ontzettend benieuwd naar. Ga ik even checken. Terwijl Chris doorgaat met aanvallen. Oh, jongen, hoor je hem ook zeggen. Rakatakatoe, tas toe. Zoiets was het, toch? Fantastisch. Wat een celebration. Toch even kijken of Kimmich dan... ik denk dat het gewoon zijn Team of the Year kaart is. Zijn 96 Team of the Year kaart. Ja, dat is natuurlijk een super overpowerde kaart. Maar ja, als CVM heb je zoveel opties. In de vorm van een Matheus, van een Vieira... Van een Gullit, van een Bruno Fernandes. Je hebt zoveel keuzes. Oh, Ronaldo, goede goal zeg. Van ja, van Alphen. Lekker met een linkervoetje van Cristiano Ronaldo. Dat 4,5 ster is, dat weten we allemaal. En je hoort Niels zeggen, dat is een beetje stom van mezelf. Ik denk dat hij dan doelt op het balbezit. Balverlies. En ja, dat resulteerde gelijk in de goal van ja, van Alphen. Wel lekker voor hem dat hij nog... naar alle waarschijnlijkheid de persoonlijke overwinning eruit kan slepen. Maar... Dat is nog zeker niet gedaan, want het kan allemaal nog. Adama Traoré, hoe kan dat dan weer? Is dat zijn normale kaart? Zijn fit birthday card moet dat dan zijn, denk ik. 700k, waarom gebruiken ze zo'n speler?
Niels gebruikt echt van die spelers dat je denkt van... Kijk, als ze net uit zijn, dan kunnen ze misschien overpowered zijn. Maar nu zijn ze al zo lang uit dat mensen er wel over uit zijn van... Hé, deze mensen worden niet gebruikt. De Levi's, de Olibollies, de Levi Frederiks, de Dennis Verhoevens, die gebruiken die spelers niet. Oh, wat een goal voor Ronaldo Lima! Christ is nooit verslagen! Bizar! En ja, Van Alphen krijgt toch weer een dreun te verwerken, waardoor het weer op 2-2 staat. Wat een knal zeg! Een droge, harde peun voor Rosario da Lima! Goeie goal zeg, 89ste minuut ook. Wat een goal! Gaan we nog een laatste doelpunt zien, 1 minuut extra tijd. En dan is het alweer voorbij. Cruyff! Nog één keer, Jaapie! Nog één keer? Nee hoor, Virgil van Dijk, daar is niet omheen te voetballen. De Dijk zorgt ervoor dat Heerenveen hier niet verliest, maar gelijk speelt. En Jaap van Alphen is degene die daar het meest van baalt. We gaan kijken naar de tweede wedstrijd in deze tweeluik. Heerenveen 2, RKC Waalwijk 2. Dames en heren, welkom terug bij de KPN E-divisie. We hebben hier de returnwedstrijd tussen SC Heerenveen en RKC Waalwijk. Voor de duidelijkheid is Heerenveen op de 17e plek en RKC Waalwijk op de 6e plek. Jaap speelde gelijk tegen Niels door een late gelijkmaker van Niels Kriest. Die zei dan ook eventjes rakatakatoe, tas toe. Was vrij opvallend. Minder opvallend dat hij uiteindelijk reclame maakte voor zijn eigen bedrijf. Want dat doet hij namelijk wel vaker. Ongegeneerd. Maar we houden van Niels. Dat is nou gewoon natuurlijk het ding. En van ons mag hij dan ook wat vrijer uit de voeten. Gaan we er niet te veel op letten. Dan zitten we nu bij deze wedstrijd. En wat ook betekent dat onze goede vriend Liro Mechels... Die doet het gewoon hartstikke goed. Die heeft de vorige ronde met 1-0 gewonnen van Dani. En Floris, die heeft een aardige tik gekregen. Die heeft 5-0 verloren van Brent. Dus daar gaat het momenteel ietsje minder mee. Maar, je weet het niet hè. Elke wedstrijd is op zichzelf. Floris kan nu lekker van een 0-0 stand beginnen. Je weet niet, misschien scoort hij wel! En hier is de 1-0 van Floris. Is hij dan terug? De man uit Groningen. Ja, hij studeert natuurlijk in Groningen op dit moment. Speelt natuurlijk voor Heerenveen, dat weten we allemaal. Maar dit is een aardige, lekkere treffer. En ik wil er dan ook nog eventjes bij vermelden. Mocht Heerenveen deze wedstrijd winnen... Mocht Heerenveen deze wedstrijd niet winnen... Dan kunnen we zo goed als zeker zeggen dat, dat het over is met de play-offs. Dat gaat dan niet meer gebeuren. Hier komt Liro Mechels. Oh, mooie combinatie. Maar uiteindelijk is het Ramos in de basis. Kijk eens aan. Sergio, mooi boy. Toy boy. Doet hij even hoor. Vieira. En Bobba. Cristiano Ronaldo. Carlos Alberto. Vieira, Patrice. Oh, goed combinatiewerk, maar Carlos Alberto staat daar aardig sterk te verdedigen en zeker niet slapen. Wat erin resulteert dat Pelé kan worden geactiveerd. Oeh, Ferdinand daar ook in de basis. Leuk die variaties op de centrale verdedigende positie. Ramos, Maldini, Virgil. Ferdinand dus. Leuk. Zoveel verschillende spelers. David. En daar wordt weer lekker gecombineerd door Floris. Goed onderstept daardoor Liro Mechels. Komt ie, Carlos Alberto. Pelé. Hij paast hem niet. Tot onbegrip van Liro Mechels. Komt ie weer. Vieira, goede actie. Arnijn. Maldini, ijzersterk. Goede tackle. En Floris weet heel goed wat hij aan het doen is. Wat dat betreft.
Nu ook een beetje met de rust. Hoeft allemaal niet zo gek, hoeft allemaal niet zo druk. Houdt het rustig. Pelé met ruimte, wordt goed gegeven. Maar daar heb je natuurlijk Paolo Maldini. Pesto, pasta, spaghetti. Die kan alles tegenhouden en die doet dat gewoon ijzersterk. Hij paast niet. Dat horen we wel vaker. Dat is vrij vervelend, want je kan niet lopen naar de goal. Och, goeie goal. Och. Prachtig gespeeld. Echt prachtig uitgespeeld. Goed combinatiewerk daar voor de goal en uiteindelijk minder geluk in de afronding. Maar de weg er naartoe mag zeker benoemd worden. Goeie actie daar weer rond de 16. Hier komt Ronaldo. Terug op Gullet. Ronaldo weer. En het is een pingel. Jeetje. Zelfs. Onbegrip ook bij Floris. We horen hier een Panenka van Leroy. Vind ik echt totaal niet de persoon om dat te doen. Ik zou het wel toejuichen uiteraard. Gaan we het zien, Panenka? En wel heel door het midden, geen Panenka. Maar ach ja. Het is wel een goede goal. Goede goal van Leroy naar een onzin penalty. Maar het staat hier wel weer op gelijke hoogte tussen Floris en Leroy Metjas. Loop wel eens voor mij, kijk, dan ligt het voor de buiten daar. Want jij was een stuk. Ja, weet je, maar weet je wel eens, soms paas en de paas niet, dan ga je. Ja, weet je, maar voor de rust te blijven. Ja, je hebt alle tijd ook. Hij mist best vooruit, hij is 60 of 50 door. Ja, sorry. Moet die speed doen. Ja, ik zit een beetje te luisteren naar beide heren, hoe ze met elkaar communiceren. Van de ene paas komt wel aan, de andere paas niet. Heel veel frustratie. Maar ja, uiteindelijk staat hij dus nu toch wel 3-3 over twee wedstrijden. En mag Leroy het gewoon volledig op zichzelf laten komen om nu die punten naar huis te halen. Pelé. Maldini. Davies. Vieira, Ronaldo, WDV mogen we overnemen. Goed gedaan. Floris blijft heel rustig. Hier Mbappé. Oh, en dan goed verdedigd daar door Leroy Mechels. En nu komen ze er weer uit. Vlak voor rust. Ik denk dat we nog één aanvalletje gaan krijgen. Daarom hier de versnelling van Ronaldo. Goed daar. 45e minuut. Moet nu wel echt snel naar voren. Anders gaat het niet meer gebeuren. Goeie actie daar. Prachtige bal van Vieira. Goeie actie zeg. Nee. Is te ver terug denk ik. Nee, hij mag alsnog door. Gullet. Actie. Carlos Alberto. Mbappé. Corner. Belachelijk dat dit nog niet afgevloot is. Moesten ze ook hem naar buiten 16 willen schieten dan? Nog een keer een corner. Hoe lang gaat dit door, scheidsrechter? Het is de 49e minuut. Het moet een keer ophouden. Oh, en Edwin van der Sar. Nu is het wel echt rust. We gaan rusten bij een totaalstand van 3-3. En bij deze wedstrijd dus 1 tegen 1. Zijn we weer gelijk met de tweede helft. Ze laten er geen gras over groeien. Gaan gelijk door. Daar houden we van. Wat gaat het devies worden voor Leroy? Wat gaat het er worden? Gaat hij lekker aanvallen of gaat hij het nog een klein beetje rustig aandoen? Vieira. Er wordt niet gepaast. Je ziet Leroy ook een beetje moeilijk kijken daardoor. Goed combinatiewerk. Prachtige bal. Weer een combinatie.
Gullet. Och, prachtig gedaan. Daar kon hij hem doorspelen, maar dat lukte niet. Weer dat ergernis van Leroy. Het schijnt daar niet helemaal goed te gaan. 52e minuut. Komt hij weer door. Goed. Maldini. Gullit. Mbappe. Pelé. Vieira. Alzabarto. RKC weer die wil overnemen. Het is eigenlijk een wedstrijd waar er niet heel erg veel gebeurt. Ze zijn de op en neer aan het gaan. Maar het mondt niet uit in directe kansen of directe schoten op goal. Dat laat nog even op zich wachten. Hoe lang nog? Dat is de vraag. Pelé. Goeie actie zeg, die versnelling daar zo. Volgens mij is dat een stukje skill dribbling met een automatische versnelling erin. Hier komt Gullit. Of mondt dit wel uit in een kans? Of krijgen we er weer een halve Pelé? Oh, mooi gedaan zeg. Heerlijke scoopturn daar. Dat is de McGeary spin. Maar het leidt uiteindelijk niet in een kans. Maar gewoon in een overname van RKC weer. Heerenveen komt echt niet tot kansen nu weer in die tweede helft. Floris heeft hem wat dat betreft niet echt te pakken. Hier komt Leroy. Ook wel bekend, Leroy Matthews. Komt hij nog een keer, Pelé. Dit is geen buitenspel. Mbappé. Kan hij weer tot een schot komen? Net zoals die actie met Pelé. Ronaldo Lima. Ja hoor, goede actie daar. Goed gedaan door Leroy. Terechte goal en terechte voorsprong. 4-3 nu over twee wedstrijden. En dan Floris de taak om nu echt aanvallend een vuist te maken. Maar het lukt voor hem nog niet echt hier in deze tweede helft. Hij moet nog iets. Krijgen ze het toch weer voor elkaar hoor, buurman en buurman. Onze twee vrienden uit Waalwijk. Toch zo'n leuk duo, die twee. Door de benen van Davies of achter de enkel door. Je hoorde het Leroy al zeggen, hij moet nu iets. Heerenveen heeft niks aan een gelijkspel. Fernandes komt erin, Ramos gaat eruit, Vieira schuift de linie terug, lijkt mij. Ronaldinho komt erin bij RKC. Voor Vieira. Fernandes komt erin voor Ronaldo. Simpelweg Fernandes op het middenveld. En Ronaldo uiteraard in de aanval. Nog geen ruimte voor Cruijff dus. Terwijl dat wel een aardig speler is. Maar blijkbaar niet goed genoeg voor Leroy. Hier Ronaldo Lima. Oh. Oh. Wat was dat opeens? Zou het dan de bedoeling zijn? Ja, geen idee. Moeilijk te zeggen. Oh, oh, oh. En hier is ruimte. Nee, goed verdedigd door Floris. Kan hij dan nu zelf tot de kans komen? Tja, ze zitten toch even te lachen met z'n tweeën. Terwijl het wel een belangrijke fase dit is. Laatste 15 minuten. Gullit, Fernandes. Nee. Floris komt er gewoon totaal niet aan te pas. Het lukt hem gewoon totaal niet. En zo lijkt het dat RKC vrij moeizaam, maar wel terecht gaat winnen van Heerenveen. Wat ook betekent dat het wel klaar is met het sprookje van Heerenveen. Het sprookje van Friesland. Want deze pot weer niet winnen.
En je staat vervolgens, denk na deze wedstrijd, rond... ja, wat zal het zijn? 9 punten achter met nog 7 wedstrijden te spelen. Onder die play-offs. Utrecht zit nog boven je in de gevarenzone. Heracles, Groningen. Ja, het wordt heel lastig voor Heerenveen om zich nog bij die teams te gaan voegen. Hier komt Ronaldinho. Kan hij nog verrassen? Bovenruimte. Goeie goal zeg. Via een speler van Heerenveen knalt dit eigenlijk wel aan de goal. Maar dit is wel de ontlading van Leroy en terecht. Want hiermee worden de 3 punten veiliggesteld. En gaat RKC dus klimmen naar die top 4. Het ligt nog even aan Fortuna wat zij gaan doen deze speelronde. Maar mocht Fortuna en Twente punten laten liggen, dan gaat RKC daarvan profiteren. En RKC dus naar die top 4. Wat een bizarre prestatie van deze twee, Leroy Michels en Jaap van Alphen. Wat doen ze dat dan ongelooflijk knap en wat laten ze zien dat ze heerlijk kunnen spelen. Terwijl we zitten in de 99e minuut, maar dit is zo goed als klaar tenzij er nu een goal gaat vallen en dat gaat niet gebeuren. Dus Heerenveen blijft steken op 4 punten, heeft weer gestreden, heeft weer hun best gedaan. Maar het was gewoon simpelweg niet genoeg. Je wordt nog een keer geschoten, denk ik. Oh, dat is een gelukje. Omdat die keeper movement gebeurt van Flores, knalt hij recht op de keeper, waardoor hij hem terugkrijgt. Ja, dat is een klein gelukje. Maar het zou voor de uitslag niet uitmaken. RKC wint overtuigend in cijfers van Heerenveen. En... ja, RKC is de ramp dus door naar de top 4. En Heerenveen gaat vrijwel zeker zich niet meer plaatsen voor de play-offs. Bedankt voor het kijken hier bij de KPN Eredivisie. Ik zie jullie graag bij de volgende wedstrijd.